Coach Hernán Losada, hier een verliespartij 1-0 op STVV. Wat vond jij van de wedstrijd? Ik vond dat we hebben alles aan gedaan om de match te winnen. Dat de tegenstanders winnen ook op een andere manier tegen ons te spelen. Die kamperen op zijn eigen 16 en wachten op ons. Dan is het aan ons om oplossingen te vinden. We hebben dat niet gedaan. Je ziet dat de groep heeft eigenlijk overgepresteerd de voorbije maanden. En we zitten echt op onze limieten. Dus die drie dagen vrij, dat is alles wat we hebben. De drie dagen vrij gaan ongelooflijk veel deugd doen om te kunnen resetten. Ik ga het om te verliezen. Ik ben een slecht verliezer. Het is echt kut en zuur om deze manier zo'n fantastische jaar af te sluiten. Mijn spelers verdienen op een andere manier dit jaar te kunnen eindigen. Maar het is niet gelukt. En nu we moeten naar de toekomst kijken. Een aantal conclusies trekken. Omdat we moeten oplossingen vinden aan de manier van spelen van de tegenstanders. En dat gaat heel veel gebeuren. We gaan nog even over deze wedstrijd. Defensief stond het vandaag wel een pak beter. Hè? Het enigste doelpunt komt uit een standaardfase. We kunnen de nul opnieuw niet houden. Dus op dat vlak, ik ben opnieuw teleurgesteld dat op een stilstaande fase scoren ze de enigste doelpunt van de wedstrijd. Tegen een ploeg die heeft alleen maar verdedigen, is ook minder moeilijk om goed te staan. We moeten beter. We moeten beter op alle vlakken. We gaan nog even terugkijken op 2020 zelf wel. Want met één wedstrijd minder zijn jullie de competitie in totaal eigenlijk wel heel erg goed gestart. Zevende plaats nu met één match minder en toch al 29 of 28 punten, sorry. Ja, we hebben een match minder dan de rest. Zeker dan de rest van de ploegen boven ons. Maar we moeten ook realistisch zijn. Ik hoor soms afspraken die niet kloppen met onze realiteit en onze middelen. Deze groep heeft aan 200% gepresteerd tot nu toe. Boven onze mogelijkheden. En gelukkig hebben we al 28 punten. En we gaan blijven spelen elke keer opnieuw voor de overwinning. Maar we moeten ook realistisch zijn en weten waar onze plaats is. En zevende plek met een match minder. Natuurlijk is top. Het was een fantastisch jaar, ik zal dat nooit meer vergeten. Ik wil de supporters bedanken voor de steun. Iedereen, bestuur, spelersgroep, staf. We zijn samen gebleven in moeilijke momenten. In momenten dat niemand had in ons erin geloven. En toch we hebben een fantastisch parcours gedaan. Dus we willen meer. Ik wil meer. Ik wou niet op deze manier het jaar afsluiten. Maar goed, drie dagen rusten en we zullen herstaan. Oké, dankjewel coach en gelukkig nieuwjaar. Dankjewel.